Hi, ik ben Stefan van Arts & Ends, Coincentrum. Ik ben super blij, want vandaag is mijn DJI Mavic Pro drone binnengekomen. 1 dag te laat voor Sinterklaas. Het is nu 6 december, maar nog ruim op tijd voordat ik naar Japan ga. Want ik ga, of eigenlijk net op tijd, want ik ga de 10e weer richting Japan om kooi te selecteren. En daarvoor wilde ik deze heel graag, Japan is zo mooi, wilde ik hem heel snel hebben. En het is me gelukt. Ik heb het full pakket met extra batterijen, het tasje. Nou, laat ik hiermee beginnen. Het is het unboxing. De tas, waar de hele drone met de 3 batterijen en de controller in passen. Dus dat wil wat zeggen. Het is echt een klein tasje. Kijk, dit is mijn iPhone. Nou, daar kun je een beetje zien hoe groot dat is. Ik heb hier, even kijken hoor, dat heb ik mooi verpakt, de charger om meerdere batterijen mee tegelijk op te laden. In zoverre, hij laat, als je ze alle 3 of alle 4 slots vult, als je er 2 op zet, dan laat hij de eerste, de volste batterij, laat hij als eerste. En dan de volgende batterij en zo door. Maar ja, je hoeft dus niet iedere keer te wisselen. Je kan hem daar opzetten en dan laat hij zich. De extra propellers, die zitten er extra bij. Het is een setje van 2. Dus daar ben ik blij mee. Want ja, wie weet. Het is wel moeilijk om hem ergens tegenaan te vliegen, want nou, dat zal ik zo laten zien. Als je hem in de normale modus hebt, kan hij vooruit niet ergens tegenaan vliegen. Maar misschien lukt het mij wel. Dit is een van de batterijen. Op deze batterij, fully charged. Kan hij 27 minuten vliegtijd bij normale normaal vlieggedrag. Deze gaat, als het goed is, zo erop. Zo. Helemaal top. Nou, daar heb ik er nog een van. Dus dat zijn 2 batterijen en er zit er eentje op de drone zelf. Dus 3 batterijen. En ze laden ongeveer in een uur op. Op de car charger, deze, gaat hij sneller. Laat hij gek genoeg sneller op. Dit is 5. Even kijken hoor, ik kan het zien. In ieder geval zo dat hij, sneller oplaadt met de car charger dan met de normale in het stopcontact. Dit is te klein om te lezen, maar in ieder geval, deze zit op 0,5 of 5, maar in ieder geval, hij is sneller. Dus deze, wat, het is echt wel Sinterklaas. Oh, en de gewone, om er 1 op te laden. Voor de car charger. En daar zitten ook nog 2 USB poorten. Dan kun je tegelijk je controller opladen, maar bijvoorbeeld ook je telefoon. Want ja, die heb je ook nodig. Nou, dit is dit. Dan deze. Tada. Laten we beginnen met de drone. Hij heeft nu nog een beschermkap. Deze kan eraf. Dit is, je hebt de rubber beschermkap. Maar ook deze kun je er heel makkelijk af. Dan heb je de hele goede camera. 4K doet hij. Je kan hem natuurlijk instellen op lager. Maar ook 4K met een hele goede gimbal. Zeer stabiele beelden. En
Nou ja, dat gaat als volgt. Ik doe deze even apart. De armen klap je zo uit en de onderste, en dan moeten dus nog de propellers op, doe je zo. Nou, als het goed is, zitten hier nog extra propellers in. Even kijken. Dit zijn de kabeltjes. Hier zijn de propellers. Er zit dus een extra setje bij. En het is heel simpel. Hier zit een wit rondje, zoals je kunt zien. Die moet dan op de arm met de witte spindel. Je klikt hem erop en dan draai je hem, zit hij vast. En degene zonder wit, doe er ook op. En dan draai je hem ook vast. Kijken of ik deze goed heb gedaan. Ja, is goed. Ze hoeven niet, je hoeft ze niet uit te vouwen. Op het moment dat hij gaat draaien, klapt het vanzelf uit. Maar het is ook wel leuk om zo te zien. Hij heeft hiervoor twee camera's die ervoor zorgen dat hij nergens tegenaan aangaat. Mits die in de normale stand staat en niet in de sportstand. Want in de sportstand kan hij te hard en dan kan hij toch niet remmen. Dus dan gaat hij boven de 28 kilometer per uur of 22 kilometer per uur gaat dat uit. Dit is de batterij. Dus dit is de derde batterij. Die gaat heel makkelijk op en af. Het is de eerste keer dat ik hem in mijn handen heb. Dus het is niet zo dat ik al eerder. Dus ja, het gaat heel simpel inderdaad. Zo zit hij erop. Hier gaat de SD-kaart in. Aan de ene kant. En aan de andere kant. Hier heb je een poort voor een mini-USB. Dus je kan ook direct aan je computer linken. En hoef je de SD-kaart, de mini-SD-kaart, hoeft er niet uit. Tot 64 gig. Kaart kan erin. Oh ja, en hij heeft hier aan de onderkant heeft hij ook nog ogen om te zien hoe hoog hij boven de grond gaat. Dat is die. Er was nog een. Oh ja, dat is belangrijk. Die kap, daar kan hij mee vliegen. Er zit ook een sleufje in om wat lucht toe te laten. Alleen hij pakt hier heel veel lucht doorheen, zodat dat gekoeld wordt. En dit wordt vrij snel warm. En zonder kap is gebleken dat hij dan nog beter gekoeld wordt. Dat is deze. Nou, hij kan gewoon zo staan. Hij is natuurlijk super klein. Hij is stabiel. Hij vliegt enorm stabiel, maar super klein. Hij kan gewoon straks mee naar Japan in een fototasje. In plaats van als ik de Phantom 4 moest ik een extra koffer. Dat is bij deze niet nodig. Hij heeft een range tot 7 kilometer. Zelfs ietsje verder. 7 kilometer, dat is veel te ver. Ik denk dat het handig is om je drone in het zicht te houden. Gaat maximaal 65. Ik heb al een test gezien dat hij wat harder gaat. 65 kilometer per uur kan hij in de sportstand. Dat is dus echt een race monster voor deze voor dit type drone. De controller. Heel mooi. Voelt niet speelgoedachtig aan. De Phantom 4 heeft natuurlijk zo'n wit groot ding wat plastic. Dus bij deze niet. De antenne die zo geplaatst moet worden. Niet gekruist of wat dan ook. Gewoon rechtop. Dit voelt goed. Nou, helemaal mooi. Hier heb je nog het stellen van de camera. Van de gimbal en het lichter en donkerder zetten van je beeld. En dan moet deze natuurlijk. Deze moeten open. En dan kan dan je. Ik zal hem even uitzetten. De telefoon in. Er zit hier een stekkertje. En die is standaard voor de iPhone. Maar ze hebben gewoon ook voor de Android stekkertjes erbij zitten.
Dat is inderdaad een gevaar. Ja, zo zit hij goed. Hij zit er vast in. Je hoeft niet bang te zijn dat hij... eruit valt. Want het zit helemaal vast. En zo kun je dus... hier komt dan je camerabeelden, de camerabeelden en meer informatie, instellingen als je ergens iets op wil zetten om... hoe heet dat? Om statiefstand of follow me stand. Er zitten hele goede features in. Die kun je daarop instellen. En op deze display zie je batterij. Welke status de controller of welke de drone heeft. Supergoed. Niet te groot. Voelt helemaal goed aan. Beetje in het idee van een PlayStation 4 controller. Ietsje zwaarder. Supergoed. Nou, het plastic zit er nog op. Supergoed. Nou ja, binnenkort. Dus de eerste demo-vlucht. Of de eerste vlucht. Dus dat zal het volgende filmpje zijn. En met deze drone gaan we hele gave beelden maken. Voor in Japan. Maar ook in onze winkel gaan we rondvliegen. Want het is heel goed mogelijk om met deze indoor te vliegen. Hij is niet te groot. Hij kan... super. Ik ben... zo blij als een kind. En ik denk één van de eerste in Nederland die hem heeft. Want ze hadden wel wat moeite met het uitleveren. Super blij. Dank je wel, Sinterklaasje.